een hele grote naked zak. Deze longsleeve van LA Sisters. We zijn klaar met filmen. We hebben wel lekker gegeten. Ja. De schijn echt prachtig. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Dit is vandaag maandag. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Haar gedaan, make-up gedaan. Outfitje aangetrokken. Want ik heb met Linda steeds afgesproken. Ik ga zo meteen naar hun toe. Dan gaan we een foto maken in de stad. Daar heb ik heel veel zin in. En eventjes ergens een koffietje halen. Zodat we toch nog een beetje iets buiten kunnen doen. En dan daarna gaan we naar hun huis. Gaan we gewoon lekker kletsen. Waarschijnlijk misschien een filmpje kijken of zo. Ik heb ook nog hun verjaardagscadeautje. Die is deze week binnengekomen. Dat hebben jullie in mijn vorige week vlog kunnen zien. Dus die ga ik ook aan u geven. Deze week gaan er ook wat veranderingen in het nieuwe huis plaatsvinden. Heb je mijn vorige week vlog niet gezien? Ik ga op mezelf wonen. Echt mega leuk. Super veel zin in. Samen met Dagmar. Dus daar komen allemaal verhuisvlogs aan. Ik hoop dat de eerste verhuisvlog of al online staat. Of voor jullie komende vrijdag online komt. Maar hij komt er in ieder geval wel heel erg snel aan. Ik ga eventjes de laatste dingetjes doen. En dan ga ik richting Linda C. Zo eventjes laten zien wat ik aan heb. Ik heb aan vandaag deze longsleeve van LA Sisters. Maar ik heb hem hieronder vastgemaakt. Zodat hij wat korter is. Anders is hij wel heel lang. Met deze broek ook van LA Sisters. En dan doe ik mijn Sandro sneakers eronder aan. En mijn lange Zara jas. Nou, ze hebben me er eindelijk mee naartoe genomen. En wat hebben we nou nog meer? We hebben nog cinnamon. Scones. En pancakes. Oh ja, dat komt er zo aan. Het is vandaag dinsdag en ik zie eruit alsof het dinsdagochtend is. Maar het is zo dinsdag einde van de middag. Want wij hebben vanmorgen eigenlijk heel de ochtend geverfd in het nieuwe huis van Dagmar en mij. En als het goed is, is al het verven nu klaar. Maar ik was weer eventjes opnieuw gedoucht, want ik zat helemaal onder de witte verf. En ik ga me nu eventjes aankleden, want we gaan bij mijn moeder eten. Shanna en Sam zijn er ook. Ik kreeg de laatste vraag van iemand of Shanna nog een halfzusje of iets van mij was. Maar Shanna is het vriendinnetje van Sam. Voor als ik dat nog niet duidelijk had gezegd. Maar die zijn er ook, dus dat is ook heel erg gezellig. En ik had een pakketje binnengekregen van Colorful Rebel. Dus ik dacht, misschien is het leuk om dat aan jullie te laten zien. En ik had nog een cadeautje van Milan's moeder gekregen. Of nou, Dagmar en ik hadden die eigenlijk samen gekregen. Omdat we nu natuurlijk ons huisje hebben. Hebben we echt van die mega leuke kaarsje van haar gekregen. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik stuurde het ook naar Dagmar en die zei ook echt van, ze schijnen echt prachtig. We hebben deze vier kaarsen gekregen. Dit zijn een beetje rozige kleurtjes. En dit is echt mijn favoriet, denk ik. En dan nog twee in een beetje paars lila. Dat waren Dagmar de favoriet, volgens mij die lila. Dus deze hebben we gekregen. Die gaan we lekker in de woonkamer zetten. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ze hadden het gekocht bij dit winkeltje. Het heet Pepita de Oro of zo. Ik zal wel een linkje ervan in de beschrijving zetten. Maar het is een winkeltje op de Thompsonlaan in Den Haag. Maar ik had ook nog drie items van Colorful Rebel gekregen. Dus die ga ik ook even laten zien. Dus eerst deze grijze trui. Maar ik denk dat ik die nog eventjes in de verpakking laat. Want ik denk dat ik deze aan Shanna ga geven strakjes. Het is in de maat XS. Maar ik heb zoveel truien. Dus ik dacht, ja, dan geef ik hem aan haar. Dat vindt ze vast wel leuk. Maar het is in ieder geval een grijze trui. Met een leuke opdruk erop. In een XS dus. Dan heb ik een blouse uitgekozen. En deze lijkt me super leuk voor in de zomer strakjes weer. Voor ook voor je bikini bijvoorbeeld erheen of iets. Dus een blauwe gestreepte blouse. En aan de achterkant staat dan Le Rebel. Deze vind ik echt heel erg leuk. En hij valt ook weer wat langer net over je bil heen. Dus ook in de zomer is dit ook gewoon heel erg leuk voor over je bikini heen. En deze heb ik ook in een XS. En dan ben ik echt nog steeds op zoek naar de zoektocht. Of heb ik nog steeds de zoektocht naar de perfecte blazer. En ik heb er nu eentje van Colorful Rebel. En ik hoop dat deze mooi zit. Want ik heb wel mooie blazers. Maar ik wil gewoon een mooie zwarte blazer ook. Een beetje een oversized. Deze ziet er wel mooi uit. Het is gewoon een zwarte blazer. Met dubbele knopen aan de onderkant. En deze heb ik ook in een maatje XS. Die zal ik zo meteen wel eventjes aan trekken. Maar ik ga me eerst even aankleden. Want ik heb nog mijn badjas aan. Dus dat eigenlijk. Miel is nu eventjes pakketjes op de post doen. Want die moest nog wat dingen op de post doen. En als die terug is gaan we naar mijn moeder toe. Gaan we lekker kibbeling eten. Lekker vis eten. Echt veel zin in. En ik ga ook na het eten eventjes mijn moeder haar nagels doen. Want ze kan nu niet naar haar eigen nagelsalon. Door corona natuurlijk alles is dicht. Maar ik kan het wel doen. Dus dan ga ik eventjes bij haar doen. Want die moest weer dringend gedaan worden, zei ze. Dus dat. Kerstkans. Kerstkans. Kerstkans.
Het is vandaag woensdag en ik heb even lekker een soort van laat ontbijt, een soort van lunch gemaakt bij broodjes met avocado. Dat ga ik even opeten en dan zometeen ga ik naar mijn moeder toe om haar nagels te doen. Ik zou dat eigenlijk gisteravond doen, maar het werd best wel laat. Dus ik dacht, ik doe het gewoon vandaag overdag. Vanavond ga ik weer sporten. En verder ga ik vandaag eigenlijk niet zo heel veel doen. Er zijn wel twee pakketjes binnengekomen. Als eerst één van bij Must-Haves. En nog een hele grote naked zak. Dus ik dacht, dat is wel leuk om aan jullie te laten zien. Maar ik ga eerst eventjes mijn broodjes opeten. Anders wordt het helemaal zacht en sompig. En dan ga ik daarna eventjes die pakketjes aan jullie laten zien. Want ik heb echt hele leuke items uitgekozen en gekregen. Dus dat wil ik graag aan jullie laten zien. Maar eerst eten. Is op. Ik zal jullie de items gaan laten zien. Ik ga beginnen met items van bij Must-Haves. Er mag ik wat dingetjes uitzoeken voor een Instagram post. Maar ik dacht misschien is het ook wel leuk om het in de vlog aan jullie te laten zien. Als allereerst een spijkerbroek. En op de foto zag hij er echt heel erg leuk uit. Ik ben benieuwd. En dat is gewoon een denim lichtblauwe spijkerbroek. En als het goed is heeft hij een scheur. Ja, ik vond die scheur dus heel erg leuk. Kijk, want hij zit dus helemaal echt een heel erg groot gat. De kleur komt wel iets anders over dan dat hij op de website was. Maar ik vind nog steeds geen lelijke kleur verder. Hij is alleen ietsjes blauwer dan dat ik had gedacht. Maar verder vind ik het wel een hele leuke broek. En deze heb ik in een maat 34 gekregen. Nee, volgens mij had ik doorgegeven een 36. Dus ik hoop dat die past, want ik heb eigenlijk altijd 36. Maar goed, ik ga hem passen en ik hoop dat die past. Hij ziet er op zich best wel groot uit. Dus ik denk dat het op zich wel moet lukken. Dus in ieder geval deze spijkerbroek. Ik heb een heel erg leuk vet en een hele mooie kleur. En dit leek me dus heel erg leuk van de zomer. Als het van de zomer wat kouder is en je hebt een leuk shortje aan met leuke Dr. Martens eronder en een leuk topje ofzo. Om dan zo'n heel groot lang vest eroverheen te dragen. Dat is echt heel erg lang. Maar ik vond het echt een heel erg leuk kleurtje. En ik zag het al helemaal voor me. Straks in de zomer met dit vest er zo leuk overheen. Ja, ik vond het wel echt heel erg leuk. En deze is het volgens mij in een one size. En dan als laatste een paar schoenen. Ze zijn iets meer rozig dan echt beige. Maar het zijn in ieder geval deze laarsjes. Op zijn zij zag ze er echt heel leuk uit. Dit is dan van leer. Wel nepleer natuurlijk. En dan hier met dat stof. Ze hadden ze ook in het zwart. Maar ik twijfel heel erg. Want ik dacht, ja, dit vind ik wel een leuk kleurtje voor de zomer. En ik heb ook al zwarte Dr. Martens. Maar als ik nu zo kijk, had ik dan misschien toch beter de zwarte kunnen nemen. Nou, nee. Ik vind ze eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dat zijn deze. En die heb ik dus ook in een 36. Ik zal wel alles linken in de beschrijving. En ik heb ook nog voor jullie een kortingscode. Met de code FLEUR15 krijg je 15% korting op hun website. En ik twijfel een beetje of ik ook de items van Naked ga laten zien. Want ik wil ook weer niet te veel shoplogs in deze video doen. Maar het zijn wel leuke items volgens mij. Dus ik ga er even snel doorheen. Ik twijfel een beetje of ik dit wel of niet in de vlog zou zien. Want ik wil er geen shoplog van maken. Ik wil niet te veel pakketjes laten zien. Maar vaak vinden mensen de items van Naked ook wel leuk. En vaak heb ik ook een kortingscode voor Naked. Als die al werkt zal ik hem in de beschrijving zetten. Dus ik dacht misschien is het toch wel even leuk om alsnog wel snel te laten zien. Dus dat gaan we doen. Als allereerst dit topje. En op de website stond het eigenlijk als pyjama topje. Maar ik dacht, ik vind het in de zomer wel heel erg leuk. Met een spijkerbroek eronder en een leuk vest of zo. Of een leuk jasje. Dit is allemaal van die schattige roesjes. En een beetje een brons kleurtje. Deze heb ik in een maatje 36. Dan een heel leuk en chill t-shirtje. Een beetje een volwassen grijs. En deze heb ik in een S, zodat hij wat groter en meer oversized valt. Dan heb ik deze zwarte pantalon. Want ik ben echt op zoek naar de perfecte zwarte pantalon. En deze rit, ik weet niet of je dat goed kan zien omdat het zwart is. Maar die loopt dus zeg maar zo schuin. En dat vond ik zeg wel grappig. Deze heb ik in een maatje 36. Ik denk dat hij dan best wel groot zit. Ik heb de afgelopen dagen echt gekke maten doorgegeven volgens mij. Dan een spijkerbroek. En deze heb ik wel expres in 36 gezet. Omdat hij stretcht volgens mij niet heel erg mee. En ik vind hem echt heel leuk. Dus ik hoop dat hij past. En dat is een spijkerbroek met zo'n leuke bovenkant. En het is ook echt een mooie kleur. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik een 36 heb gekozen. Denk ik. Hoop ik. Dus dat is die. Als eerst een broek. Ik heb dus zo'n soort broek van de Zara in het beige.
En nu zag ik hem bij Naked dus in deze groene kleur. En het leek me ook wel weer heel erg leuk voor de zomer. Ik heb echt allemaal zomerdingen gekocht. Maar dat is dus ook zo'n soort lange broek. Zo'n plissé broek of zo noem je dat. En deze heb ik wel in een 34. Slim, slim. En dan als laatste nog een hele grote trui. En deze heb ik in een maatje groter genomen. Zodat ik een beetje als jurk kan dragen over een broekje heen of zo. En dat is zo'n hele grote kabeltrui. En ook een beetje zo'n lijmgroen kleurtje. En die heb ik dus in een maat SM. En heel mijn neus begint natuurlijk van deze trui. Maar dat is dus die. Dat zijn alle items die ik van Naked heb gekregen. En van bij Mustache. Die ga ik nu eventjes opruimen. Want het is gelijk echt een hele grote zooi hier. En dan ga ik zo meteen naar mijn moeder toe. En dan ga ik erna. De dingen van Naked trek ik trouwens niet aan om even te laten zien. Als je dat wil zien, moet je me eventjes volgen op Instagram. Want daar doe ik altijd een Naked haul in mijn story. Dus dan zie je hoe alles staat. Maar de items van bij Mustache wilde ik wel eventjes voor jullie aantrekken. Maar ik heb die broek aan. En ik krijg hem niet dicht. Ik krijg hem wel aan. Maar ik krijg hem niet dicht en heel mijn kont wordt plat gedrukt. En dit zit ook echt heel strak. Je ziet dat het hier helemaal trekt. Dus ik ga hem eventjes een berichtje sturen of ik hem misschien mag omruilen voor een maatje groter. Want ja, dit is gewoon zonde. Dit kan ik niet dragen. Dit zijn de schoenen. Maar ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar ik heb hier dus heel veel stof over. Ik heb best wel smalle voeten en kleine voeten. Dus als ik hierin loop, dan glipt gewoon heel mijn hiel eruit. Terwijl ik vind het wel gaaf zo onder die broek. Maar misschien dat ik vraag of ze dan een maatje kleiner hebben. Want ook echt meteen die komt ook echt nou, tot hier. Terwijl het is een 36. Ook jammer. Maar ik ga gewoon eventjes vragen of ze misschien van beide een maatje kleiner en groter hebben. En het vest. Ja, dat kan ik wel eventjes over deze trui heen aandoen. Maar dat zal vast wel passen. Want het is een one size. Dus het vest vind ik wel heel erg leuk. Straks voor in de zomer inderdaad over een leuk topje heen met een kort broekje. En dan doe ik het Dr. Martens eronder. Ja, ik heb mijn broek openstaan omdat die niet dicht kan. Maar ik vind het wel echt een heel leuk vest. Ik vind dat kleurtje ook heel leuk. Het is vandaag donderdag en ik leek echt een spook. Dat is niet normaal. Maar Stijn die komt zo meteen. En dan gaan we samen een video filmen. We gaan een Get Ready With Us filmen. Dus ja, daarin gaan we ons make-up doen. Dus vandaar dat ik nu nog geen make-up op heb. Zij en ik hebben elkaar echt al 1,5 jaar geleden niet gezien of zo. De laatste keer dat we elkaar hadden gezien was naar het Marco Borsato concert. Daar waren we toen naartoe met Rosa en met z'n drietjes. Dat was echt super gezellig. Maar daarna is er gewoon nooit meer van gekomen. We hebben wel nog wekelijks gewoon contact. Maar nu gaan we elkaar eindelijk weer zien. Ze is hier rond 11 uur. Ze komt hier naartoe. En het is nu 10:30 volgens mij. Nog even lekker Temptation aan het kijken. Ik heb weer dit shirt aan vandaag van LA Sisters. Met deze broek ook van LA Sisters. Mijn haar is gefeund. Ik ga aankomend weekend ga ik beginnen met de hitteloze maand, zeg maar. Of 4 maanden. Dan wil ik gewoon 4 maanden mijn haar niet stijlen, niet krullen, niet feunen. Ja, feunen met de koude stand, maar niet met de warme stand, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat bevallen. Ik vind namelijk wel dat door die nieuwe shampoo mijn haar wel al een stuk beter aanvoelt. En ook wel wat iets beter eruit ziet. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat mijn haar voor resultaat gaat geven. Als ik het gewoon 4 of 6 maanden niet stel. Dus daar ga ik aankomend weekend mee beginnen. Ik heb ook allemaal rijstwater gemaakt en zo. Daar ga ik ook een video over maken. Die video komt wel snel online. Want het is een soort van week challenge. Dus die komt denk ik binnen 2 weken of zo online. Maar van mijn haarproces ga ik ook een hele video maken. Maar die komt dan natuurlijk pas over 1,5 jaar online. Dus dat duurt nog wel eventjes. Ik ga wachten tot zijn er is. Ik ga even Temptation kijken. We zijn klaar met filmen. Jee, wow, mijn haar zat echt helemaal niet goed. We hebben wel lekker gegeten. Ja, het lijkt echt alsof we niks hebben gegeten. Nee, maar dit was echt het dubbele. En we hadden nog dat. En er zaten ook nog chips bij, hè? Ja. En het drinken was best lekker. Het was echt, ik vond het zo lekker dat ik het gewoon wil bewaren. Stijn die is net naar huis. Het was echt heel erg gezellig. We hebben 2 video's opgenomen. Voor mijn kanaal hebben we een mukbang opgenomen. Een keertje niet van de McDonald's of de KFC. Maar een soort van cafeetje hier in de buurt met lekker red velvet cake en carpaccio en chips en nachos en zo zaten erbij. Dus het was echt heel erg lekker. Als het goed is staat de video al online als jullie deze video zien. Maar er waren nog wat pakketjes binnengekomen. Ik had gisteren natuurlijk verteld dat ik een pakketje van bij Mustache had gekregen, maar dat het niet past. Dus ik heb nu de andere maat, echt super snel is dat gedaan. En omdat de schoenen, die hadden ze niet in de kleinere maat. Dus ik heb wat anders daarvoor mogen uitzoeken. Dus dat wilde ik eventjes laten zien. En van Fiore heb ik de blauwe hoodie in een XS
weer op voorraad. Dus die ga ik weer online zetten. Er zijn andere kleuren en ook andere maten en zo onderweg. De sweaters met waar hier Fiore op geborduurd staat, die komt ook in deze lichtblauwe kleur. Super mooi. En in het grijs. En de More Than Friends Less Than Lovers hoodie. Die is helemaal uitverkocht. Maar die heb ik dus bij besteld. Alleen het is momenteel bij de fabrikant gewoon echt mega druk. Dus het duurt gewoon allemaal ietsjes langer. Voordat ik het weer in huis heb. Ook ben ik bezig met nieuwe zomerdingetjes. Dus ja, t-shirtjes, strandtassen, dat soort dingen. En ik wil denk ik ook gewoon accessoires in gaan kopen zoals zonnebrillen. Maar ik wil dus ook gewoon een hele leuke zomercollectie maken met lekker oversized t-shirts. En ook misschien wel van die korte joggingsbroekjes. En dan leuke sweaters erbovenop. Dus heb je nou nog leuke ideetjes voor kleuren of dingen die jullie leuk vinden? Laat dan eventjes achter in de reacties. Maar ik heb in ieder geval hele leuke ideetjes. Maar die komt denk ik pas rond april of zo online. Omdat het nu natuurlijk nog gewoon winter is. En dat is natuurlijk echt zo'n collectie. Het pakketje van By Must Have. Als allereerst de broek die ik had uitgekozen in een maatje groter. Goed, dus ja, maat 36. Dus die moet sowieso wel passen. Maar dat is wel gewoon verder dezelfde broek als die ik gisteren had laten zien. Ook weer met die grote scheur op de knie. Dus dat is die. En omdat de schoenen niet meer in een maatje kleiner waren. En die gewoon wel echt te groot waren, heb ik wat anders uitgezocht. En dat is een jas. Een soort van lange jas die ik al heb van de Zara. Maar dan in het zwart. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Want die jas van de Zara draag ik nu gewoon echt iedere dag. En is echt mijn lievelings. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik heb er nu dus ook eentje in het zwart van By Must Have. In een maatje S heb ik deze. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat is weer alles wat ik voor vandaag binnen heb gekregen. Morgenochtend ga ik foto's maken met Zoe. Of nou, even één fotootje maken met Zoe. En dan daarna gaan we naar het huisje van Dagmar en mij. Dan komt Rosa daar ook heen. En dan gaan we volgens mij een video filmen met z'n drieën. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik zie nu dat Stijn er Stelton is vergeten. Ik ga er nu appen. Mio en ik die hebben eten gehad om couscous te maken. Dus dat gaan we zo meteen lekker eten. Dit zorgen in coronatijd. Tandartsen maken zich er zorgen om. Nu de meeste kinderen thuis onderweg. Het is vandaag vrijdag en vandaag ga ik een video filmen met Rosa en Zoe in het huis van mij in Dagmar. Alleen Rosa die moest tot 2 uur oppassen. Dus eigenlijk zouden Zoe en ik dan in de ochtend samen een fotootje gaan maken. Even ergens koffietje halen of zo. Maar het weer is nou niet heel bijzonder voor een foto. En we hebben eigenlijk ook allebei niet echt een fotodag. We hebben er niet echt zin in. Dus we gaan zo meteen gewoon alvast naar het huisje toe. Het is nu 1 uur. We hebben kort over 1 afgesproken. En dan gaan we naar het huis toe. Dan gaan we gewoon daar even zitten en chillen. En dan gaan we daar een roze ophalen. En dan gaan we een sushi mukbang opnemen voor Zoe haar kanaal. Met roldos bevestigen en ontkrachten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Mijn haar moet ik alleen nog eventjes een beetje feunen. Maar ik dacht, dan doe ik dat straks in het nieuwe huisje wel gewoon. Want als ik nu op scooter ga, gaat het er toch weer uit. Verder heb ik me wel helemaal klaargemaakt. Ik heb deze trui aan van Harper en Eve. Van bij Mas. In de Lier zit dat winkeltje. Dan deze broek van de Zara en mijn Sandro schoen heb ik er gewoon onderaan. Dus niet heel erg bijzonder, maar gewoon chill outfitje. En ik dacht misschien is het wel leuk om een beetje kleur aan te doen voor als we straks die video gaan filmen. Dus dat. Ik heb mijn spullen gepakt, want daarna ga ik bij Miu slapen. Dus ik heb al mijn spullen bij me. En ik heb hier een tas gepakt met spulletjes die we alvast op de bank kunnen leggen of in de woonkamer. Want eigenlijk is de woonkamer in het huis van Dagmar en mij zo goed als af. Morgen wordt er een muurtje gezet. Morgen wordt de wasmachine geleverd. Dus ja, de komende week gaat er wel echt heel veel af worden. Dus ik hoop dat we er misschien over 2 weekjes al in kunnen. Ligt natuurlijk ook een beetje aan wanneer de meubels komen. Dag maar, de bed die komt woensdag. En ik neem denk ik gewoon mijn bed van mijn vader mee. Dat mag ook gewoon, dus dat is wel chill. Maar deze kast moet ook nog helemaal uit elkaar. En leeg, want die gaat ook mee. En dat wordt ook echt nog een helse klus, want er zit echt mega veel kleding in. Maar goed, voor nu gaan we gewoon dit even allemaal lekker daar neerzetten. Ik heb er echt mega veel zin in. Dus ik ga jullie meenemen vandaag. En ja, ik ga nu even mijn jas aantrekken. En dan ga ik naar Zoe. Het is vandaag zaterdag. En ik ben, zoals jullie misschien kunnen zien of niet, ben ik in het nieuwe huis. Ik was hier al 7:15 vanmorgen. Want er is een nieuw muurtje geplaatst hier in het huis. Ik ga het nog niet laten zien. Dat kunnen jullie in de verhuisvlog zien. En ik film trouwens met mijn telefoon als jullie opvalt. Maar mijn camera is leeg. En ik wilde wel gewoon eventjes filmen. Maar er werd vandaag een muurtje geplaatst door mijn vader en 2 collega's van hem. En die waren er om 7:30, dus ik moest er om 7:15 natuurlijk zijn. Zoals netjes als ik daar gewoon bij ben. Dus ze hebben dat muurtje geplaatst. Mijn vader en ik hadden lekker wat te eten gehaald als ontbijt. Hier hebben we nog wat dingetjes over. Dus Dagmar komt zo meteen ook. Oh, even kijken naar het huis.
En vandaag komt de wasmachine tussen 2 en 4. Het is nu 12 uur, dus ik moet hier nog eventjes wachten totdat de wasmachine bezorgd wordt. Volgens mij kwam Keir ook met mijn dag maar om te kijken naar huis. Dus dat is wel gezellig. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon aan het wachten totdat zij hier zijn. En het gaat trouwens vandaag sneeuwen, volgens mij. Echt bizar. Het ziet er nou niet echt uit, namelijk alsof het gaat sneeuwen. Wel doet eindelijk de kachel. We dachten dat de kachel niet deed, maar die doet het gelukkig dus wel. Alleen we hebben hier nog geen wifi, dus dat is een beetje kut. Maar ik wacht gewoon even rustig om een dode gemakje tot de dag maar een keer komen. Hij was leuk. I'm filming. Filmt ie? Jet is een bepaaltje aan het eten. Dit is een ASMR. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag echt heel de dag nog niks gefilmd. Gisteren heb ik ook maar heel weinig gefilmd met mijn telefoon. Want gisteren werd het muurtje geplaatst in het nieuwe huis. En toen ik daar aankwam met mijn camera, toen was mijn camera leeg. Echt super dom. En daarna ben ik eigenlijk niet meer thuis geweest bij de oplader. Dus heb ik mijn telefoon ook niet meer, of mijn camera ook niet meer kunnen opladen. En ik ben nu pas thuis. En ik ben dus bezig met mijn kleding in doos te doen. Want komende week wordt het wel een beetje, denk ik, de verhuisweek komende 2 weken. En mijn kledingkasten moeten leeg en uit elkaar, want mijn kledingkasten gaan mee. En ja, ik heb gewoon best wel veel kleding. En het is echt een enorme klus om alles eruit te halen en in dozen te doen. Ik ga nu met de 4e doos beginnen. En mijn kledingkast is ongeveer iets over de helft. Mijn schoenen zitten er nog wel allemaal in en mijn jassen ook. Maar ik heb allemaal dozen van waar de Fiore-truien in zaten. Daar zit nu allemaal kleding in. Dus dat, ik zie er ook echt niet uit. Echt. Ik heb ook al een doos gemaakt met allemaal beauty producten, zeg maar, qua haar en verzorging. Dat zit allemaal hierin. Dit is ook echt een hele doos dat allemaal weer lekker meegaat. Deze doos ga ik nu vullen. En deze 3 dozen zitten al vol met kleding. Dat. Ik ga wel eerst eventjes lekker nu, voordat ik die 4e doos ga vullen, Olaplex in mijn haar doen. Dat ik eventjes een Olaplex behandelingetje erin kan gooien. En ik heb dus een nieuwe satijnen kussensloop. Dat is deze. Ik heb er eventjes een lekkere, schone, frisse. Ik zal een linkje ervan in de beschrijving zetten. Ik heb een lichtroze, maar ze hebben ook grijs, wit en een beetje een taupekleurtje. Maar daarvan zal ik het linkje eventjes in de beschrijving zetten. Het is niet gesponsord, niet gekregen. Maar gewoon een tip aan jullie. Ja, ik vind het wel lastig, want ik heb dus ook nog dingen die ik wel gewoon nog iedere dag moet bewaren. Zoals dit doe ik dan in mijn haar en zo. Dus dat kan ik dan nog niet inpakken. Maar ik probeer gewoon nu zoveel mogelijk dingen in te pakken. Dat het alvast deze week daar naartoe kan, naar het huis. Maar ik ga nu eerst even Olaplex in mijn haar doen. De nummer 0 en de nummer 3. En dan ga ik daarna lekker kleding inpakken. En dan ga ik even douchen. En dan gaan we vanavond doodstil kijken. Want die serie komt vandaag weer een nieuwe aflevering online. Daar heb ik heel veel zin in. Dus het is de volgende dag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Want ik had de weekvlog nog niet afgesloten. Ik hoop dat jullie me een beetje leuk vinden. Als het goed is komt aanstaande vrijdag de allereerste verhuisvlog online. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot snel.